Eside Aynina Nationale Assemblée da debe abi wan openbare vergadering. Aynina vergadering ya so de taki ababe scherming fu plante anga bomiki anga den soutu landbouwgewasse de kota kenso. Mekeu aliki sang Masa Mahender Yogi Chai Kwafesi en ook toen aan minister fu LVV Masa Rabin Parmeser. Ja, voorzitter, dus de kwestie van agro-industrie, farm, ik blijf erbij zeggen. Wanneer u een keuze had gemaakt om dat te verspreiden over de samenleving. U had 50 boeren van Coroni geholpen daarmee. U had 20 boeren in Marowijne geholpen. 80 in Saramaka. Een paar in Nikeri, voorzitter. Dan hadden we spreiding gehad van die ontwikkeling. Dan hadden we spreiding gehad van waarom maakt u geen keuze als regering... En nogmaals, het gaat om die kennis, het gaat om het leveren van goede producten, het gaat om die technologie. Toch? Maak een modelbedrijf ergens waar mensen kunnen gaan en kunnen kijken hoe je inderdaad met gebruikmaking van technologie kan produceren, goede producten kan produceren, geschikt voor de export, geen klachten hebt, voorzitter, hoe je ziekte en plagen kan beheersen. Want dat doen zij in hun land in Israël, toch? Waarom moeten wij dat geld gebruiken van hun om één of twee bedrijven op te zetten? Wij zien toch wat er is gebeurd met Wageningen. Toch? Eén persoon is eigenaar van het bedrijf nu. Waar is de rijstproductie naartoe gegaan? Als die 50.000 hectare, wanneer het slecht begon te gaan met Wageningen, was verdeeld over 1000 mensen, 50 hectare, dan hadden misschien 500 mensen nog een bedrijf daar. Toch? Laten we kijken naar Allianz, waar de minister zich moet beijveren vandaag aan de dag om oker te gaan planten of te helpen planten. Dan was het niet nodig. Laten we kijken naar al de andere bedrijven die allemaal kapot zijn gegaan. Laten we kijken naar Vedra, Victoria, Patamaka. Wat er gebeurd is met de palmoliebedrijven. Wie ze heeft opgezet en wanneer ze kapot zijn gegaan. Voorzitter, laten we ons hoofd gebruiken. En laten we inderdaad met ondersteuning van deze wet, welke onder uw hamer is... En nog met tal van andere factoren die daarvoor nodig zijn om die gewenste productie tot stand te brengen. Laten we proberen met z'n allen dat te doen. En laten we niet proberen korte termijn doelen te realiseren. Maar laten we proberen lange termijn doelen te realiseren. Bovendien, voorzitter, via u. Wie is de aannemer die belast is, wie is de onderaannemer die belast is met de uitvoering van werkzaamheden voor de RL Groep, voorzitter? Wie zet die graafmachines in? Wie zet die bulldozers in, voorzitter? Kan de regering mij dat vertellen, voorzitter? En of er een inschrijving is gehouden daartoe, voorzitter? Want enkele mensen die in de stuurgroep zitten, minister, van het kabinet van de president, die spelen aannemer daar. Die spelen aannemer daar. En temo karaning dadelijk, voorzitter, dat je tegen mij dat minum doen. Dus minum doen, no broer. Toch? Maar minister, regering, geeft u duidelijkheid. En dat zijn zaken... Die het vertrouwen doen afnemen. En dat is maar het takkie. Dat alle projecten zijn regering voer uit. Naar vervoerproject. Naar corruptieproject. Dan heb je de neiging om die mensen gelijk te geven. Dus komt u met die transparantie. Komt u met die duidelijkheid. Wat er gaat gebeuren. Wie de mensen zijn die uitvoeren. Wat is het impact. Wat is het levensduur. Wat gaat u doen. Voorzitter, een andere zaak. Wij praten in deze wet. Over producten, voorzitter. Plantaardig producten. U weet, we hebben een tijd geleden een situatie gehad in China. Waar babymelk besmet was, voorzitter. Wat gaat u doen na de aanname van deze wet? Gaat u elke product dat we importeren, gaat u kijken naar de ijskasten in de supermarkets. Allerlei frisdrank en allerlei toestanden die worden geïmporteerd. Hoe gaat u dat checken? Want ik lees in de wet... En ik hoop dat het niet goed begrijpt, dat u de papieren en de documenten gaat doornemen. Goede documenten kan iedereen maken. En als het niet normaal is, dan is het met betaling. Toch? We weten in welk land we leven, toch? En waar dingen goed recht zijn, krom zijn, rechtgezet kunnen worden. Dus gaat u alleen de documenten checken, toch? Van zoveel dat, zoveel dat, zoveel dat. Gecertificeerd daar, gecertificeerd daar. Maar gaat u ook controle uitoefenen? Op de inhoud monsters nemen, analyses maken. En bent u daartoe uitgerust?
Hebt u laboratoria faciliteiten? En hoe is het met onze residulab die afgebrand was? Amekikaba? En wanneer komt dat in werking? En we praten over gezond voedsel voor ons en voor anderen die we produceren. Hoe gaat u dat checken? Gaat u dat ongeveer schatten? Of gaat u zeggen van nee, dit is het? Ik vraag aandacht, voorzitter, van de regering. Omdat heel veel valt en staat met deze randvoorwaarden en factoren die nodig zijn om inderdaad te komen tot goed beleid, goed agrarisch beleid, waar we beoogde doelen en een van de zaken die we hier beogen met de aanname van deze wet inderdaad dicht bij realisatie ons brengt, voorzitter. Maar er is ook een andere zaak dat speelt. En ik praat over Adron, kwaliteit van zaaizaad. Hoe je, er was iemand die heette Surjan Lekram en die was enkele jaren geleden voorlichter van Adron. Ik zag hem op de tv en hij legde heel keurig uit, je dammen moeten schoon zijn, je trenzen moeten schoon zijn, want dan komt die vlieg niet en dan komt dat niet. Heb je een goede productie, heb je een betere productie. Toch? Maar kijk waar we vandaag zijn beland. Doen. En nog heel veel inspanningen verrichten om het bedrijf draaiende te houden. Ze zitten nu met bananen die ze straks gaan oogsten. Die ze kunnen exporteren naar Trinidad. Maar de moedermaatschappij geen middelen ter beschikking stelt. Voor simpel dozen en andere dingen. Dan zullen die trossen weer op het veld komen te liggen. Dat is de situatie nu. En we hebben daarover moeten beraadslagen. Hoe kan ik dan tot betaling van tenminste de salarissen overgaan? Ik moet toch een gesprekspartner hebben. Ik moet toch een management hebben die de toegang geeft tot de loonlijsten en noem maar op. En dat helpt effectueren. In deze situatie, hoe kan het ook anders, dat deze regering met het sociaal gezicht onze mensen, onze arbeiders, niet in de steek kan laten. Ik vergat even die brief van 10 februari, de relevante passage, te citeren. Wat ze zeggen, is wanneer u op de AFA het volgende punten, 2 agendapunten wensen te bespreken, dan kunnen we erover nadenken om mensen af te vaardigen. En dat zijn 1. De overdracht van FAI aandelen door TFFG. TFFG is de Fruit Farm Group, dus de moedermaatschappij, aan de staat Suriname voor 1 symbolische dollar. Dit houdt in dat TFFG BV de vorderingen die TFFG heeft op FAI voor 100% kwijtscheld. Al dus kunt u onmiddellijk overgaan tot kapitalisatie van deze schulden. Hoe weet ik wat de schulden zijn? Hoe weet ik wat de vorderingen zijn? Uit andere documenten haal ik wel dat aan vorderingen geleverde prestaties van verschillende bedrijven minimaal 8 miljoen Amerikaanse dollars is. Ik weet wat de schuld bij Hagen Bank is. Ik weet uit andere bronnen, maar niet op schrift, een inschatting van vele andere schulden. Dit is ongenuanceerd, kan ik niet op ingaan. Is een open check die je zou uitschrijven. Zo gaat dat niet. Ook als u hierop gaat in willen gaan, dan hebt u maanden van indringende gesprekken, besprekingen nodig. Dat gaat niet zo. Op een AFA dat zo beslissen. We zijn geen apenland. Wij hebben ook procedures, comptabele regels in acht te nemen. We hebben een verantwoording af te leggen. En het tweede wat ze zeggen. Indien 1, het is 1, onbespreekbaar blijft voor de regering van Suriname. Dubbele punt. Aanvraag faillissement 5.
Wij geven als meerderheidsaandeelhouder instructie aan advocaat X om het faillissement onmiddellijk in te dienen. Indien 1 voor de staat, dus die eerste constructie, onuitvoerbaar is, zal hij dan faillissement aanvragen. Ik heb uiteraard daarover gecommuniceerd en gewezen op de situatie van onze medewerkers. En ook als we over faillissement gaan praten, dan zullen we als volwassenen met elkaar moeten zitten. En gewezen op de lange weg die je nog moet afleggen. Dan komt hij door bij minister Arbeid, dan komt hij bij de vakbonden, dan komt hij met een sociaal plan. Maar intussen zullen, ik zal niet uitdrukken, in weken en maanden, een lange tijd overheen zijn gegaan. En daar zitten onze landgenoten in die penibele situatie. Ik heb een beroep uit humanitaire overwegingen gedaan om alsnog dat pad te verlaten. Vooralsnog houdt men op dat pad. Vanmorgen schrijft een raadsman, als Belgisch raadsman van TFFG, en zegt: ik herhaal voor de goede orde. De TFFG gaat in feite geen andere stappen meer nemen dan de aanvraag tot faillissement of een snelle overdracht van aandelen aan de staat Suriname of een door u aan te duiden ondernemer tegen 1 US dollar en overdracht van de TFFG vorderingen. Eventueel kan u akkoord gaan met de overdracht van onze aandelen aan de lokale managers zodat u samen met hen verder kunt handelen. In die ene zin, kijk hoeveel zaken hier gesteld zijn. Alsof we in een handomdraai de zaken kunnen overnemen. Alsof we in een handomdraai een aannemer, een andere partij kunnen aanwijzen. Alsof we in een handomdraai dit alles kunnen doen. Waar is men mee bezig? Uiteraard en naam staan wij als regering met het sociaal gezicht niet stil. Er is besloten dat wij legale constructies gaan plegen. En morgen zijn we er op de plant Yarikaba om de mensen de salarissen van januari uit te keren als regering. Wij nemen dat in acht en wij gaan tot actie. Wij gaan die mensen niet in de steek laten. Uit humanitaire overwegingen. Dat zijn onze medeburgers. Dat is de belofte van de president. Daarom was ik even uit de zaal om deze bespreking, om dit besluit te finaliseren. Dat is de opdracht van de president om onze mensen niet in de steek te laten. En dat we dat morgen alvast te Yarikaba doen en donderdag in Nikeri. Dat is de concrete toezegging. En de rest van de zaken zullen we dan in nauw overleg met het staatshoofd kijken hoe we dat verder in goede banen kunnen leiden. Dit is niet de manier van bedrijven, zeker buitenlandse bedrijven, dat je met burgers van Suriname moet omgaan. Dat is een kort, ik denk dat ik een nutshell duidelijkheid heb gegeven, voorzitter. En dat wil ik u zeggen ten aanzien van onze burgers, die toch niet in een florissante positie zijn. Die hebben hun verplichtingen, financiële verplichtingen. En dat we daarom als regering genoodzaakt zijn deze stap te nemen. Zo, u bezig na wet voor bescherming voor de plant. De planten en de landbouwgewassen die behandelen in de Nationale Assemblée. Na PD1 is zo goed dat en alles over chemicaliën die ik kon mee gebruiken ook toe voor een paar die bepaalde sanie en landbouwgewassen. De wanneer dat die beschermen moet die ook toe voor mandoeding pisi wakode. Justitie en defensie Fusana Konde. En Francis B. Sudon Taki. Kengi pakisei abafa
de kafeti criminaliteit awa mo bete fasi. O chaya wan verslag fu NII Kongiu pe na nationale veiligheid, justitie, skoutu, anga defensie betaki, anga den counterpartner voeding afansisi. Goed nabuurschap is daarom dan ook een van de belangrijke uitgangspunten van het buitenlandbeleid van deze regering. Vandaag hebben we met de Franse autoriteiten de dialoog voortgezet voor veiligheidssamenwerking. We hebben met Frankrijk, zoals u weet, die grens met Frans-Guyana, een hele lange grens. En er zijn wat uitdagingen op die grens. Maar het is voor ons van belang om de dialoog goed te houden. Voor ons is goed nabuurschap als buitenlands beleid is een van de belangrijkste principes van het goed nabuurschap. Dus we willen de dialoog gewoon voortzetten, ondanks de uitdagingen die we eventueel mochten hebben. Maar daarom is de diplomatie er, daarom is de dialoog er. En dat je eigenlijk met elkaar gaat zitten en praten, kijken wat zijn de oplossingen, wat zijn de mogelijke oplossingen waar je zou kunnen komen, waardoor de ontwikkeling van beide landen en beide volkeren ten goede komt. Hoe is de samenwerking tot nu toe geweest? De samenwerking met Frankrijk is altijd heel goed geweest. Natuurlijk zijn er, in elke samenwerking zijn er uitdagingen, toch? Zijn er pijnpunten. En daarom zijn we ook hier om te kijken op welke wijze we die pijnpunten kunnen aanpakken. En dan verder gezamenlijk aan kunnen gaan. En eigenlijk met een gezamenlijk doel. Want het is eigenlijk, we hebben een gezamenlijk doel als Suriname en Frankrijk, zeker bij de grens. Het gaat om onze mensen, het gaat om de ontwikkeling van het land en van de mensen die er zijn. Dus je moet met elkaar blijven praten om te kijken hoe ga je die zaken oplossen. Maar de samenwerking is respectvol met Frankrijk. Alhoewel ik ook zeg dat er af en toe wat pijnpunten zijn. Zijn er nieuwe afspraken voortgevloeid uit deze meeting? In terms of dat we nader tot elkaar zullen komen. We hebben weer focal points aangewezen. Een van de goede zaken is dat we op het gebied van een milieu, de bescherming van het milieu, hebben we ook voorgesteld om een focal point aan te wijzen. Het gaat ook met name om kwikvervuiling, maar gewoon om de bescherming van het milieu, om de flora en fauna en de biodiversiteit. Dus dat alles nemen we mee. We zijn beide lid van het Minamata-verdrag, dat kwik verbiedt, eigenlijk kwikverbod heeft. Dus we willen ook die samenwerking verder op gang brengen. Eigenlijk is deze meeting een vervolgmeeting. We hadden enkele maanden terug, hadden we de eerste meeting in Paramaribo. Daarbij zijn er afspraken gemaakt op het stuk van de patrouilles op de rivier. Een stukje veiligheid langs de grens en een informatiedeling. Onder andere er zijn meerdere onderwerpen. Vandaag hebben we de zaken. Zeg maar, we hebben geëvalueerd wat er van de afspraken terecht is gekomen. Op het stuk van de informatiedeling, daar zitten we goed. Er is een focal point van de Franse zijde en aan de Surinaamse zijde. En de informatiedeling komt goed op gang. Wat betreft het veiligheidsaspect, moeten we zeggen dat een gezamenlijke actie van het Nationaal Leger en Korps Politie Suriname erin geresulteerd heeft dat wij een bendelid, en volgens informatie moet hij toch wel een prominente rol hebben gehad in een aantal berovingen waarbij er zelf doden zijn gevallen. Hij heeft intussen ook bekend dat hij betrokken is geweest bij een aantal van deze berovingen. En we merken dat er een relatieve rust is nu, voor wat betreft, althans in het binnenland, wat dat stuk betreft. De bedoeling is dat wij samen met de Fransen gaan kijken hoe wij de zaak kunnen gaan consolideren. We gaan sowieso starten met de patrouilles, wederom, om te kijken, sowieso het personenverkeer in de gaten houden, illegale.
En daar waar er moet worden opgetreden, waar er illegale activiteiten plaatsvinden, zal dat dan ook gebeuren. We zullen er wel voor waken dat wij niet dezelfde situatie krijgen als welke we hebben gehad in het verleden, waarbij eigendommen van mensen worden vernield. Dus dat zal absoluut niet gebeuren. En we maken ons sowieso sterk om de grenzen veilig te houden, althans dat gebied. En dat dan samen met de Fransen. Dat is bijna verslag voor NII. Per wikisimo informatie aba sang den justitiële autoriteiten voor sanang angafansi betaki aba fade denki voor feti a criminaliteit en meke a grens komo veilig. SID 11 februari dan abop a politieke partij tapo 30 jaar. Massa Ronnie Brunswijk, na voorzitter van partij, ik u mo uitleg aba fa abop kong de tidenade ekesade. 30 jaar abop dan mistaki eje ne fibum. U zei de? Nee, ik heb partij aba, dat maar ik denk naar Brunswijk opo abop. Na mi opo abop. Na Massa Domini, Massa Terini, Massa Cairo, Massa Dansman, Anga Massa Leisman, Anga Den, Ta Baya Dade, Opo Den Partei. Mi Tega Partei, Aba, Baka Di Mane Terini, Mane Domini, Mida, Esa Poseter, Baka Da Tine Mane Terini, En Baka Da Mina Der, De Poseter Fu Abo. En Dan, Sameke, Mie Fini Buna Dati, A Partei Tapu Derte Gyer, Ma, A Partei Ebe Yon, Kwan, Kwan, Perkizem Partei, Dat Wan Taki, A Se Perkizem Edo Fusi Beheza Fu Abo. Maar wat ik denk aan, ik heb een mooie tweede is een feit. Ik heb een fossi minister, een boskonde minister. En een fossi boskonde, hoe maak ik een minister niet offende? Dat ben ik zeker aan mafo. Minister mafoko, baka dat in je offende baka, het is een boskonde minister, mevrouw Apensa. En mevrouw Apensa ben je ook, hoe maak ik een kumongotapo? Aha, baka dat in je offende ding, Palissy, Betterston. Belfort, je opent de minister, je opent de vicepresident. Dus de partij, de tijden en de partij is goed. Maar ook toen, hij neemt 30 jaar, je opent de hoogtepunt dat hij niet krijgt hier, je opent de minister. Ja. Je opent de regering, je telefoon qua binnenland, alles aan de hand van de hoogtepunt, je opent. Maar we hebben dit punt toe, dat tweede is een facing, ook kusters, wat ga je niet regeren, en dat ben je gewoon gaan biggie. Ebi au tapora tiku inter regering kaba ya guaini mo da adesande emiti yo ma wa ler momento bi abi dipte pun pom pesi bi takay e so de sha buna ti obi guaini ma e bo guaini da sa ya bi pasa ona to bi abi a be kaya sa ni a balance do de ma dia balance de a ni regering wa dora a regering ya presidente do lafa wani ay wo ko wa sa best map de mapina yamene maar toen balans bejaagde zijn die dat over de oké wat oké goeie als no verstaan dat heb ik hem dat ik had aan diepte punt maar ook toen een leerrijk moment dat ik wil lopen hij niet no to abop de wat jij niet herkennen toch abop het draai verstaan je go pak dat weer ook abop het draai we goed door en agrega wat jij en die zei persoon onder agrega na agrega oppositie onder agrega coalitie onder maar dat is natuurlijk een stang een leider. One leader die hebben kwaliteit en een leider die sabi onze ICI in sommige go. Ja. Daar afhankelijk van wakker ik van wakker ja. Mam, op mijn kleine langa, mijn breed dat die onze partij dat ik ja, dat ik ga doen blessen nu. En mijn vriend is er hier, staan dan kom je in schap, want dat partij ja, nou partij je ICI want we kunnen gewoon iets aan dan. Maar voor Nampo, wie de leider voor ABOP, hoe bestuurt, al die afdeling, mijn vriend is er ding. Je feliciteert u zeer via petu associé. Je feliciteert u toe. Ja, dat is niet. Alasani, Sampasa, Wigigan Tangi, Amasa Gaduma Oktu, we taken this money on the screen Oktu Gantangi dat de Jang Otanga Nono. 30 jaar die Abob Massa Brunswijk, maar sa Abob Wanyete, voor Namkugi Beneland, maar ook toe Gisana Konde, bekan Ono, wade wan partij Wangi Beneland, maar mi staki weden ki mo bala, u de 30 jaar die kaba. Tenja ofeshete sa wani mo gya kondeya eke parte.
Zou wan ja konde ya na ja sok akonde ya mukombaka tot ontwikkeling. Abop wani abi regeer mak. Dat want ki asana follow ku tekena de stem ya partai ya so ku ukande wa una afundi aile ma amja tetu. Wani ndaki wan lesi aini asana ukisi regeer mak oktu. Tuma ukonyana tuma tulesi ba. Wan mak ukonyana oktu wan lesi tu. Usa soisa na taki o safe que buscou nesse massacre tu você aí o ante a problema com o governo buscou nesse momento lá se upgrading é que falando onde é a condebu é já da na buscou na moça lá se up você aí o afrangue de combaca é no debate aí tudo dati da me coube que ala sama e a que a proclama já sou anual que engrita aí nesse safe aqui mas a bolsa é upgrading tá que aí já sou me que o olho na wang por aí buscou nesse ma tem que estar mas não mandi quando a nacional partei o dia ma a wamu begin katas ma koye tu fuwa ni wokwa wakandi ma mbigia wi meke ala mbuka nengese ma mtipu sajifike buskonezo ma meke omi yoli na wano ufitani ma koye piwi da usye piye lungkoto da lukwa santak ima eko holi na wang ude honda taifa sestak doisans ma inyakonde yaso neng watakiso alas ma stemji wuzan ala stem ma seikaron doisans stem ifustan da meke o holi na wayali ya meke uduwasan meke uduwasan meke anang anga gonta pusita ki buskoles masa duwan santuai masa abrunso ek mina holi langam staki u de beisa kape ma wan last de vraag ete ibetai ya president fa konde taki president your ship is sinking adaje pasa no oho adimum e as donem tenta ki captain aboto fi yesungu itaya president ka president aboto fi yesungu agye yesisa nya vezi oho o mi si mi mi fam de de mi de sokali mi wa leader ma mi na wa mi lukonya tu kom ma mi si da ka fasfa chai da dia wa ni ko awap ko da wan te ko ya kene ko ti ne se o ala sa ya mane ya mane en te ya mane na asma jo te ta ki e ba ya e ma re te ta ka san ye du ya bun yo ka ba so ye wa fam de te ta ka san ye du ya so wa I go bun you see da asam bi go bun ma ala mana ya mane ne mte ka boto fi yesungu ma abe pusta mi nende la abo de abo sungu abu tidi na de pete kurs do pete sam de ya winki tidi ma sa ibe bai just mi be for spell ma mbe sentu da meke e vo wanika igwe mo ondo ayali ya meke o holi na wa dat be de masa Ronnie Brunswijk ay ni na programa kintaki pe apikiwi taki abob meke moi momente mi ma so ook tu ba no tu teng bedegi abob ma bibibi taki na farkise je kong abob sa meke wan bumbeut. Ukona akaba funa gongo sa botoya. Feda udebaka anga wanyung aflifering. Tamoy.